Dit is Max, leerling in groep 8. Max is vaak boos, dan wil hij wel iemand slaan. Soms gebeurt dat ook. De meester zegt dat hij dat niet mag en op moet letten. Thuis is Max zijn moeder verdrietig. Zijn vader is vorig jaar overleden. Max mist zijn vader en zijn oude huis. Door schulden moesten ze verhuizen. Zijn moeder gaat wekelijks naar de voedselbank. Max kan zich niet meer concentreren, voelt zich depressief en wil niet meer naar school. Hij zit nu steeds vaker thuis. Max is niet de enige leerling die thuis zit. In Nederland gaan 4.500 leerlingen niet naar school. Het aantal thuiszitters neemt niet af. Een maatschappelijk probleem waar Heliomare Onderwijs zich voor in wil zetten. Hoe? Dat leggen we graag uit. Max heeft begeleiding op maat nodig, passend bij zijn zorg- en leerbehoeften. Binnen Heliomare doen we onderzoek naar de route om het juiste onderwijs-zorgarrangement voor leerlingen zoals Max samen te stellen. De route kent 10 fasen en is bedoeld om in overleg met de leerling en zijn ouders dezelfde taal en een eenduidige handelingswijze af te stemmen. Een deelonderzoek richt zich op de vraag hoe ICT-middelen succesvol kunnen worden ingezet bij dreigende thuiszitters in het onderwijs. We denken dan niet alleen aan educatieve software, maar juist aan die ICT-middelen die de zorg en begeleiding ondersteunen. De PO-raad heeft onze innovatievraag goedgekeurd en begeleidt ons hierbij. Elke dag werken professionals met thuiszitters. Er is al veel kennis aanwezig. Daarom willen wij ervaringsdeskundigen, ontwikkelaars en experts betrekken bij deze innovatievraag en met ons mee laten denken. We starten met het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften van de dreigende thuiszitter. Zo ontstaat er overzicht. Vervolgens brengen we in kaart bij welke zorg- en leerbehoeften technologie een helpende rol kan spelen en welke functionele tools kunnen worden ingezet. We creëren ook awareness om ICT doeltreffend in te zetten bij interventies. Eind 2020 hebben we een handzame tool ontwikkeld, zoals een app of een inspiratiekaart, die leerlingen en professionals kunnen gebruiken om te zoeken naar ICT-hulpmiddelen die passend zijn bij hun ondersteuningsbehoeften. Je zult in de loop van dit jaar onze innovatievraag regelmatig voorbij zien komen. We hebben mogelijk vragen aan je of vragen je om bepaalde input. We hopen op je respons. Samen technologie nadrukkelijker inzetten om thuiszitters zoals Max nog sterker te ondersteunen.